Welkom bij Culturama, de uitagenda van Witvi TV. Dit is de eerste aflevering van seizoen 3. In deze uitzending krijg je een overzicht van theatervoorstellingen die te zien zijn in Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. En tot slot krijg je nog een overzicht van interessante exposities. Ronald Snijders is cabaretier, werd genomineerd voor de Pulifinario en schreef onder andere de bestsellers De Schrikkelkalender 2016 en De Alfabetweter. Hij schrijft mee aan het nieuwe kinderprogramma De Boterham Show. In het theater is hij te zien met zijn nieuwe programma Groot Succes 2, de opvolger van Groot Succes. Met wederom onverwachte taalgrappen, nieuwe woorden en niet te plaatsen gedachtenkronkels is te zien op zaterdag 8 september in het Veertheater. We hebben 1000 nieuwe woorden bedacht waarmee de taal nog meer tekort kan schieten. Met dit soort woorden. Benefietkeeper. Keeper die voor het goede doel staat. Weerman. Man die 2 keer van geslacht is veranderd. Onderwaterzangeres. Zangeres die zingt. Pinot Noir. Pinot na de brand. Als je van de muziek van de New Yorkse band Steely Dan houdt, kom dan op zondag 9 september naar het Veertheater. Om 2:30 treedt de groep Steely Fan op met, je raadt het al, een tribute optreden met muziek van de genieën Donald Fagen en Walter Becker. Zij brengen nummers als Ricky Don't Lose That Number en Do It Again weer tot leven. Voor de 9e keer alweer laten kinderen en jongeren van de gemeente Leidschendam-Voorburg en omgeving hun kunsten zien tijdens Dansen aan de Vliet. Op zondag 9 september vanaf 5 uur op het podium van Theater Ludens. Gepresenteerd door acteur en filmmaker Freek Commandeur. Finding Your Feet van regisseur Richard Longcrane uit 2017 gaat over dansclubjes, snobs die ruzieën met de arbeidersklasse en een kleine groep bejaarde Londenaars die hun jeugdbeleid herontdekken. Met in de hoofdrollen onder andere Imelda Staunton en Joanna Lumley. Te zien op woensdag 12 september om 8 uur in het Veertheater. Remco Vrijdag en Martine Sandifort spelen samen alweer hun 4e voorstelling. Hun vorige show, Vrijdag versus Sandifort, werd uitgeroepen tot een van de meest indrukwekkende cabaretvoorstellingen van het seizoen. Op donderdag 13 september zijn ze om 8:30 te zien in het Veertheater. Koning van de Dieren is de titel van het nieuwe programma van Martijn Koning. Een programma vol snelheid, veel grappen en veel absurde situaties. Maar je moet er ook mee oppassen, als je ook echt niet wil. Dat vind ik ook, hè. Dat zie je ook hoe de wereld in de fik staat. En iedereen staat elkaar naar het leven. We hebben nu zelfs gewoon een woord als wraakporno. En wat is dat? Dan heb je bijvoorbeeld dan heb je iets en dan, op een gegeven moment gaat het uit. En dan zet je een foto online. Dat je of seks hebt, of dat ze naakt is, of dat hij naakt. Ga je zo dat mee pesten, weet je. Een soort putje van onze haat is dat geworden. Je kunt heel snel, kun je dat ook doen, weet je. Dan gaat het uit. Oh ja, gaat het uit. Nou, dan zet ik die naaktfoto zet ik online. Fuck you, weet je wat. Dat krijg je dus. En dat is gewoon helemaal nieuw. Wraakporno. Had je vroeger niet. Tenminste, ja, had je vroeger misschien wel, maar het kost heel veel moeite om dat te doen. Weet je. Dan moest je echt seks hebben met je vrouw. En dan moest je een schilder uitnodigen. Die moest dat helemaal na gaan schilderen zo. En als het dan uitging of zij ging vreemd, moest je met dat hele doek zo door het dorp zo. Kijk, wat een slet het was, mensen. Ongelooflijk. Snap je? Heel veel werk was dat. Maar nu gaat het heel snel. Het is gewoon meteen, boom, je zet het online klaar. Weet je. Ook dit seizoen weer optredens van jong plaatselijk talent tussen de 12 en 21 jaar. De talentenloods biedt een podium voor onder andere theater, muziek, dans, schrijven en techniek. De eerste voorronde van in totaal 5 is te zien op vrijdag 14 september vanaf 7:30 in Theater Ludens. Tangerine is een theaterduo bestaande uit de tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks. Samen zingen ze al ruim 20 jaar prachtige liedjes. Vorig jaar verscheen hun nieuwste album, getiteld A Glimpse of Tomorrow. Tangerine geeft, begeleid door 5 muzikanten, op zaterdag 15 september om 8:30 een concert in Theater Ludens.
Blues and Jazz All American Evening is een swingend evenement dat gehouden wordt in samenwerking met Jazz Sociëteit Wassenaar en Frits Landersbergen op zaterdag 15 september in Theater Warenaar. Vanaf 8 uur kan je genieten van tal van optredens van onder meer het Rob van Kreeveld Trio, de West Coast Big Band, Frits Landersbergen en Simon Richter. We beginnen in Wassenaar. De tentoonstelling in Museum Voorlinden, State of Being, een nieuwe collectie naar het gelijknamige schilderij van Robert Zandvliet. 40 werken in uiteenlopende disciplines zetten aan tot nadenken over wie we zijn, over onze relatie tot anderen en hoe wij worden herinnerd wanneer we er niet meer zijn. In Galerie in de Molen is tot met 16 september de tentoonstelling te zien Bellenblazen in het Anthropoceen, met werk van Truus Oele Apon. In de Openbare Bibliotheek van Wassenaar is tot en met 23 september een expositie te zien van Ars et Studium. De Wassenaarse Vereniging van Beeldend Kunstenaars viert hiermee haar 45-jarig bestaan. Gaan we naar Voorburg. In Galerie Artibak in de Herenstraat is een tentoonstelling te zien van afgestudeerden van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten uit Den Haag. Tot en met 29 september is in Kunstcentrum Brugman een tentoonstelling te zien onder de titel Strange New Worlds. In de tuin van Huygens Museum Hofwijk is een beeldententoonstelling te zien van Eppe de Haan tot en met 7 oktober. Tot slot een expositie in Leidschendam bij de Blauwe Tram aan de oude trambaan 51. Een expositie met werk van cursisten van Lisa van Nispen.